Een grote brand bij een kesterensbedrijf langs de A15. Het verkeer op de N233 is stilgelegd en de rook was tot in de wijde omgeving te zien. Goedenavond. We zien ze steeds meer in de provincie. Vuurwerkvrije zones. Maar een jaarwisseling met alleen maar sterretjes, dat zit er nog lang niet in. En een filmpje op internet waarop te zien is dat varkens worden mishandeld. De Lunterense varkensboer is kort na het verschijnen van het filmpje telefonisch bedreigd. In Kesteren woedt een grote brand op een bedrijventerrein langs de snelweg A15. De veiligheidsregio Gelderland-Zuid adviseert mensen in de omgeving ramen en deuren te sluiten en ventilatiesysteem in huis uit te zetten. De brand woedt in een groot bedrijfspand aan de Meesendreef. Er was een enorme zwarte rookpluim in de wijde omtrek te zien. Wauw, dit is echt niet. De weg langs het bedrijf, de N233, tussen de A15 en Kesteren, werd afgesloten. In het pand stonden plastic kratten die vlam hebben gevat. Medewerkers van het bedrijf hebben het gebouw tijdig kunnen verlaten. De veiligheidsregio adviseerde ramen en deuren te sluiten. Het is nog niet duidelijk hoe lang de brandweer nog bezig is met blussen. De jaarwisseling en vuurwerk zijn natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. En toch zijn er steeds meer vuurwerkvrije zones in de provincie. Dit jaar zijn dat er meer dan ooit. Ook in Nijmegen wordt er voor het eerst geëxperimenteerd met speciale plekken waar geen vuurwerk mag worden afgestoken. In het creatief centrum van de Nijmeegse wijk Tolhuis hebben ze het niet zo op vuurwerk. Dit pand is een paar jaar geleden is ook in de brand gegaan, inderdaad. Door vuurwerk? Ja, vuurwerkbom die door een wc-raampje naar binnen was gegooid. Het gebied rond het pand wordt daarom samen met twee andere plekken in de stad nu hoogstwaarschijnlijk een vuurwerkvrije zone tijdens de komende jaarwisseling. Nijmegen heeft er nog nooit eerder ervaring mee gehad. En die drie gebieden op grond van ervaring uit het verleden lenen zich er denk ik wel voor. Maar het is dus ook echt wel een pilot. En als die pilot werkt, kunnen er volgend jaar wel eens meer van die zones komen in Nijmegen. Van de 53 Gelderse gemeenten geven er 36 aan geen vuurwerkvrije zones te hebben. Vooral het handhaven is daar een probleem door beperkte politiecapaciteit. 14 gemeenten hebben komende jaarwisseling wel speciale zones. En in 3 gemeenten is het onduidelijk. Op steeds meer plekken in de provincie lijken we wel te porren voor zones zonder vuurwerk. Sommige partijen kan het niet snel genoeg gaan. Wat GroenLinks betreft gaan we toe naar een vuurwerkvrije stad. Mensen raken gestrest ervan, dieren raken er gestrest van. Is het dat nou echt allemaal waard? Een jaarwisseling met enkel sterretjes lijkt vooralsnog toekomstmuziek. In Nijmegen blijft het voorlopig bij een experiment met 3 zones in de hoop dat incidenten er zullen afnemen. Precies wat we nodig zouden hebben. Ja, of het echt gehandhaafd kan worden en zal worden, dat moet ik eerst nog eens zien. De varkensboer in Lunteren, waarvan Animal Rights vorige week beelden naar buiten bracht, is met de dood bedreigd. De dierenrechtenorganisatie liet vrijdag in een filmpje zien hoe de varkens op het Lunterse bedrijf behandeld worden. De dag daarna kreeg de boer dreigtelefoontjes. Tijdens een gemeenteraadsvergadering vertelt de burgemeester dat de boer bedreigd wordt. Die beelden, en of ze waar zijn en helemaal waar, dat weten we niet, hebben wel ogenblikkelijk, want zo gaat dat, doodsbedreigingen opgeleverd aan het adres van de familie. De boer wil niet op camera reageren, maar vertelt mij dat de dag nadat dit filmpje van Animal Rights op internet verscheen, hij thuis meerdere malen werd gebeld. Zijn vrouw nam op en kreeg te horen: morgen zijn jullie aan de beurt, op jullie boerderij, om 2 uur achter de schuur. De dagen erna ontving de boer ook dreigementen op zijn mobiele telefoon en hij is bang dat dit alleen maar erger gaat worden. Animal Rights vindt de dreigementen vreselijk en zegt dat dit totaal niet de bedoeling is. De dierenrechtenorganisatie wil de manier waarop varkens worden gehouden aan de kaak stellen. Deze boer is geen uitzondering, zegt Animal Rights. Alle boeren werken zo. Volgens de gemeente staat de boer goed bekend. De boer die in Lunteren deze boerderij runt, in Zichtstal, waar u ook als raadslid meermaals bent geweest, is bij ons bekend en zeer bekend en is bewust en gemotiveerd lid van Vallei Boer Bewust. De wethouder is vandaag bij de varkenshouder op bezoek gegaan. Een dag van solidariteit met lesbiennes en homo's.
Het Dorenweert College doet ook mee met Paarse Vrijdag, maar het trekt het allemaal wat breder. We proberen voor iedereen een gezellige sfeer te creëren. De gemeente Lingewaard gaat de provincie Gelderland niet vragen om in te grijpen bij de omstreden geitenstal in Gent. Dat is de uitkomst van de gemeenteraadsvergadering gisteravond. Volgens tientallen bezorgde omwonenden zijn er in de omgeving duidelijk meer gevallen van longontsteking. En dat komt volgens hen door het geitenbedrijf. Het bedrijf heeft 2200 geiten, maar voor 1500 daarvan heeft de boer niet de benodigde vergunning. Om dat nu te repareren loopt er een nieuwe vergunningaanvraag waarvoor de provincie nog een verklaring van geen bezwaar moet afgeven. De automobilist die gisterochtend met zijn auto te water raakte in Beest is overleden. De auto raakte mogelijk door gladheid een boom aan de Busterweg en kwam vervolgens in de Brede Sloot terecht. Hulpdiensten wisten de bestuurder uit de auto te halen, maar uiteindelijk is de automobilist aan zijn verwondingen overleden. En er komt geen café aan de kop van de Havendam in Harderwijk. Het college van Harderwijk wil daar een nieuw havenkantoor bouwen. Niet alleen het havenkantoor wordt verplaatst, ook het bekende leugenbankje komt daar te staan. Met overkapping. En daarnaast komt er een toilet voor minder valide dat 24 uur per dag open is. Voor de nieuwbouw is 5 ton begroot. De gemeenteraad moet nog instemmen met het plan. Het nieuwe havenkantoor zou voor het vaarseizoen van 2021 open moeten gaan. Topdrukte in het nieuwe pakketsorteercentrum van PostNL in Apeldoorn. Met man en macht werken ze daar om pakketten bij de klanten afgeleverd te krijgen. PostNL verwacht in november en december in heel het land zo'n 50 miljoen pakketten te verwerken. Het is bijna kerst en daarom alle hens aan dek in het pakketsorteercentrum in Apeldoorn. Dat in augustus dit jaar openging. Normaal gesproken verwerken zo'n 400 medewerkers dagelijks tussen de 50.000 en 100.000 pakketten. Nu is dat fors meer. We hebben er nu piekdagen bij zitten waar we gewoon de dubbele volumes verwerken dan op een normale doordeweekse dag. Landelijk sorteren en bezorgen PostNL-medewerkers ongeveer 700.000 pakketten op een dag. In de feestdagenperiode loopt dat op tot 1,5 miljoen pakketten. Reden, we bestellen met z'n allen steeds meer online, ook onze inkopen voor de feestdagen. PostNL heeft daarom extra maatregelen moeten nemen. In de sorteercentra wordt langer doorgewerkt en medewerkers die anders op kantoor zitten helpen nu ook een handje mee. Extra chauffeurs zijn er aangenomen. Er zijn ongeveer 1000 routes extra op dit moment. Om die extra volumes, hè, want een bus is ook aan de max gebonden om dat terecht te kunnen krijgen en tijden. Het is vandaag Paarse Vrijdag en dat is sinds 2010 de dag waarop scholieren en studenten hun solidariteit kunnen tonen met homoseksuelen, biseksuelen, lesbiennes en transgenders. Ook het Dorenweert College in Dorenweert doet mee aan de landelijke actie, maar ze trekken het hier allemaal wat breder. Dus ook opkomen voor leerlingen met rood haar of een andere huidskleur. Vinden jullie het oké om met gay, pot, lesbi, nicht en dat soort dingen te schelden? Nee. Zouden jullie dan handtekeningen willen zetten? Dit is Silke Jansen van Indifferent. Een groep leerlingen die opkomt voor eigenlijk iedereen die zich anders voelt. Het maakt niet uit wie je bent of hoe je bent. Dat je gewoon op deze school welkom bent. En dan gewoon proberen voor iedereen een gezellige sfeer te creëren. Want vroeger werd er gepest op school. Ik ben zelf lesbisch. Toen hebben zij mij daar wel een beetje mee gepest, geplaagd. Maar sinds een jaar wordt daar wat aan gedaan door de leerlingen van Indifferent. Als je gewoon met elkaar in gesprek gaat en het gewoon probeert goed op te lossen en diegene aan het denken te zetten, dan kom je er uiteindelijk ook wel uit. Wiebe is niet alleen op school actief tegen pesten omdat je anders bent, maar ook thuis. Nou, ik heb bijvoorbeeld mijn moeder. Dan zegt ze dat ze bijvoorbeeld dik is. En ik heb haar altijd gemotiveerd om wel af te vallen, maar nooit gezegd dat ze dik is. De school omarmt het initiatief van de groep leerlingen en ziet resultaat. Er wordt nu veel meer gepraat over diversiteit op school. Dat vind ik al een heel groot voordeel. Maar wat ik ook zie is dat leerlingen zich, individuele leerlingen voelen zich een stuk fijner hier op school. Als je dan zo al die mensen gewoon gezellig zien hebben, dan ja, daar word je wel blij van om te zien dat het ook kan met zoveel verschillende mensen bij elkaar. En dan het weer. Ja, het was vandaag opnieuw een koude dag. Hoe lang houden we dat, Jordi Bloem? Nou, tot en met zondagochtend houdt de kou aan. Daarna stroomt veel minder koude lucht binnen en is het gedaan met de vorst. Nou, morgenmiddag wordt het misschien even iets boven nul, maar over het algemeen vriest het de hele tijd. En dat betekent dus nog wat meer ijsvorming op kleine sloten en plasjes. Maar tot schaatsijs komt het niet. Daarvoor duurt de vorst te kort.
Nou, van boven Duitsland wolkenvelden, maar juist bij ons een gat in de bewolking vandaag. Betekende behoorlijk wat ruimte voor de zon. En vanmiddag vanuit het zuidoosten geleidelijk wat meer bewolking. Nou, afhankelijk van de duur van de opklaringen, de hoeveelheid opklaringen ook, kan het komende nacht min 3 graden worden. Maar is het bewolkt, dan zal de temperatuur wat minder laag uitkomen. Maar sowieso overal wel lichte vorst, denk ik, met een zwakke tot matige oostenwind. Dus het blijft koud. Morgen ook koud. 'S middags wordt het korte tijd nou 0 tot hooguit plus 1 graad hier in Winterswijk. En morgen ook wolkenvelden, maar opnieuw ook wel opklaringen. Een mix van wolken en zon. Het blijft droog. En dan staat een snijdende zuidoostenwind. Morgenmiddag matig en aan de randmeren vrij krachtig, kracht 5. En daardoor de hele dag de gevoelstemperatuur flink onder het vriespunt. Dat wintergevoel, dat blijft. Vervolgens op zondag een storing in de ochtend met sneeuw, jawel, het kan wit worden in de provincie, misschien enkele centimeter sneeuw. Maar al vrij snel gaat de sneeuw over in regen, in de loop van de dag is het droog en dan wordt het 1 graad of 5 en de wind draait naar zuid tot zuidwest en is matig. Nou, die storing gaat aan minder koude lucht vooraf. Vervolgens is het in de eerste dagen van de nieuwe week veelal bewolkt, misschien af en toe een opklaring. 'S middags wordt het 6 of 7 graden en 's nachts geen vorst meer. En dit was het Gelders Nieuws. Op onze site vindt u meer nieuws over de grote brand bij het bedrijf Van Soest in Kesteren. Ik wens u nog een fijne avond.